Goedemorgen allemaal. Ik ben dus Joris Rekko van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. In het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap ben ik teamcoördinator van het team beleid rond energie-efficiëntie. En vandaar dat ik hier vandaag een beetje meer uitleg kom geven over de versterkte wet. Maar ik zie mezelf hier nu op het scherm. Goed, maar dus de versterkte wetgeving voor ondernemingen, algemeen geformuleerd voor ondernemingen. Wij bekijken elke bedrijf, elke organisatie die een commercieel doel heeft, bekijken wij als een onderneming. Dus daar vallen glastuinbouwbedrijven uiteraard ook mee onder. Nu ben ik te snel aan het gaan. Ja. Dus wat hebben we eigenlijk gedaan? Dus in het verleden waren er een aantal regelgevende initiatieven. Wat wij vroeger het energiebesluit of het besluit energieplanning noemden. Dat was voor onderneming met een energieverbruik boven de 0,5 petajoule. Dat zijn heel hoge energiegebruikers. Er was ook Vlaarem 2, dus de Vlaamse regelgeving rond de milieuwetgeving, waarin een hoofdstuk was opgenomen rond conform verklaarde energieplannen en de energieaudit voor grote ondernemingen. Een verplichting die vanuit Europa kwam, vanuit de Europese richtlijn energie-efficiëntie, die wij in 2015 hebben ingevoerd. En dan nieuw de versterkte wetgeving. Die drie zaken die hebben we allemaal samen gebundeld in het energiebesluit nu. Dus dat heeft tot gevolg dat niet meer de omgevingsinspectie verantwoordelijk is voor de handhaving bijvoorbeeld van die energieaudits en energieplannen. Maar dat dus ook al de handhaving terechtgekomen is bij VECA. Dus wij zijn de wetgevende en wij gaan ook handhaven op die wetgeving. Dus alle verplichtingen die zijn ook opgenomen in het energiebesluit in een aantal artikels en zijn daar nu allemaal gegroepeerd. En wat die verplichtingen zijn, daar gaan we nu even doorlopen. Hè. Dus er zijn energieplannen, energieaudits en energiebalansen. We hebben dat geprobeerd weer te geven in een figuurtje, hè, schematisch, met dan heel kort erbij wat de verplichtingen zijn. Wacht, even zien. Dat ik dat hier aan de praat krijg. Ja. Ja, voilà. Dus hier zie je een overzicht van wat is de verplichting voor de energie-intensieve ondernemingen met een energieplan. En dan de versterkte wetgeving, dat is voor de niet-energie-intensieve ondernemingen met de energiebalans, met de energieaudit en de energiebalans. Ook hier schematisch weergegeven. Ik ga daar even op inzoomen. Dat is een tabelletje met rijen en kolommen. Ja, het ziet er wat ingewikkeld uit. We hebben dat niet bewust ingewikkeld gemaakt. Dus we moeten een onderscheid maken tussen KMO's en grote ondernemingen. En dat komt van die Europese verplichtingen die we hebben in het kader van de energie-efficiëntierichtlijn. Dus Europa legt in de energie-efficiëntierichtlijn op dat grote ondernemingen verplicht moeten worden door de lidstaten van de Europese Unie om een energieaudit uit te voeren. Dus dat is waarom dat u hier ziet bij grote ondernemingen, dat die allemaal een groene of een rode bol hebben. Dus die zijn allemaal verplicht tot minstens een energieaudit of het opstellen van een energieplan. Dat is om aan die Europese verplichting te kunnen voldoen. Bij KMO's hebben we meer speelruimte. En daar zijn we dan, en dat zijn dan die rijen, zijn we gaan kijken naar de energiegebruiken zelf. En daar hebben we categorieën op gebied van energiegebruik ingevoegd. Op 0,1 petajoule finaal energiegebruik. 0,1 petajoule finaal energiegebruik, om je een idee te geven, dat komt overeen met het energiegebruik van 1350 Vlaamse gezinnen. En een Vlaams gezin wordt dan gedefinieerd als twee volwassenen en twee kinderen. Dus dat is een aanzienlijk energiegebruik. We hebben dan een aantal niet-energie, dus alles wat hieronder zit, dat noemen wij niet-energie-intensieve ondernemingen. En daar hebben we nog twee categorieën gemaakt, tussen de 0,05 en de 0,1 petajoule. Dus tussen de 675 en 1350 Vlaamse gezinnen, als ik goed kan tellen. En dan hier tussen de 0,2 en de 0,05 petajoule. Daar hebben we dan allemaal bepaalde verplichtingen tot energie-efficiëntieverbetering voor opgelegd, omdat we van mening zijn dat ondernemingen die een zodanig groot energieverbruik hebben, vergelijkbaar met 1000 Vlaamse gezinnen, dat die wel inspanningen mogen doen op gebied van energie-efficiëntie, natuurlijk wel rendabele inspanningen. En hoe dat dan allemaal gedefinieerd wordt, daar kunnen we dan verder op inzoomen. Dus hier bovenaan kan u altijd zien waar zitten we in het overzicht.
Dus nu zitten we bij de energie-intensieve ondernemingen. Daar maken we geen onderscheid tussen KMO's en grote ondernemingen. De meeste van die energie-intensieve ondernemingen zijn ook grote ondernemingen. Welke verplichting leggen we daarop? Een energieplan. Dus een energieplan, hoe komt een energieplan tot stand? Is eigenlijk het uitvoeren van een energieaudit, waarbij op zoek gegaan wordt in de bestaande onderneming naar verbeteringen, maatregelen die de energie-efficiëntie gaan verbeteren. Die maatregelen die worden economisch gerangschikt. En dus er gaat de IRR, de Internal Rate of Return, van zo'n investering gaat bepaald worden. En alle maatregelen met een IRR boven de 13%, die noemen wij rendabel en die gaan verplicht uitgevoerd moeten worden binnen een termijn van 3 jaar. En dat plan moet alle 4 jaar geactualiseerd worden. Dus alle 4 jaar gaat daarover gerapporteerd moeten worden. En gaat er gezegd moeten worden van, oké, die lijst met rendabele maatregelen van de afgelopen periode, wanneer heb ik die uitgevoerd en hoeveel energie hebben die bespaard? En als ik nu mijn audit actualiseer, mijn onderneming is misschien veranderd in die 4 jaar tijd, als ik mijn audit en mijn energieplan actualiseer, wat zijn dan de nieuwe maatregelen die uit de bus komen? En zo gaan we stelselmatig voor die energie-intensieve ondernemingen de energie-efficiëntie van de bestaande processen verbeteren. Dat is het doel van dat conform verklaard energieplan. Naast de verplichtingen, dus hè, dat zijn dan de bolletjes in kleur met een volle lijn, ziet u ook dat er bolletjes zijn met stippenlijnen. Dat zijn de vrijwillige overeenkomsten. Dus dat zijn flankerende instrumenten naast de wetgeving die wij als Vlaamse overheid ook aanbieden. Dus dat is een vrijwillige overeenkomst en daar kan een energie-intensieve onderneming kiezen om daarin in te stappen, in een EBO. Dus zo'n energiebeleidsovereenkomst. Hè. Wat is dat nu, zo'n energiebeleidsovereenkomst? Ja, dat is altijd een evenwichtsoefening tussen de industrie hè, of de ondernemingen, de energie-intensieve ondernemingen, en de Vlaamse overheid. Een evenwichtsoefening in additionaliteit en haalbaarheid. Wat is die additionaliteit? Dat is wat wij als Vlaamse overheid extra gaan vragen aan de energie-intensieve ondernemingen om te doen bovenop de regelgeving. Haalbaarheid natuurlijk, ook belangrijk. Die ondernemingen die in die doelgroep zitten van zo'n EBO, die moeten dat ervaren als haalbaar, die additionaliteit die wij vragen. Ervaren zij dat, of hebben ze de perceptie, of de meerderheid van die ondernemingen in de doelgroep, die hebben die de perceptie van dat is niet haalbaar wat hier gevraagd wordt? Gaan zij niet toetreden? Is die balans niet in evenwicht? En gaan wij weinig bedrijven hebben die toetreden en zal ons vrijwillig instrument, ons EBO, niet echt succesvol zijn? Wat kunnen wij doen om die balans in evenwicht te brengen? Is natuurlijk gaan praten met die ondernemingen. En dat hebben wij gedaan via de sectorfederaties. Dus voor de tuinbouwsector was dat met Boerenbond dat wij rond de tafel gezeten hebben. Gaan praten over die additionaliteit, wat wij extra vragen. En ook gaan praten over de tegenprestaties, dat die voldoende groot zijn. En op die manier hebben wij in 2022 onderhandelingen gevoerd over een derde generatie van vrijwillige overeenkomsten, dus de EBO, de nieuwe EBO, die op 1 januari 2023 van start is gegaan. En die dus loopt tot eind 2026, dus ook weer een cyclus van 4 jaar. Wat is nu die additionaliteit die wij vragen? Dat zit hem hier bijvoorbeeld in die internal rate of return, die is strenger. Dus we gaan in een EBO een maatregel sneller als rendabel beschouwen. Voor de verbedrijven is dat 12%, voor de niet-verbedrijven is dat 10,5%. Belangrijkste tegenprestatie is juridische stabiliteit. We gaan garanderen als Vlaamse overheid dat als je in die EBO stapt, dat je voor de looptijd van die EBO geen bijkomende verplichtingen gaat krijgen op het gebied van energie-efficiëntieverbetering of CO2-reductie. En wat zijn nog een aantal thema's die we daarin gestoken hebben, zijn verbredingsthema's, dus voor restwarmtebenutting. Dus dat we daar een datacollectie gaan doen bij de ondernemingen die in de EBO zitten, om te zien wat voor restwarmte zij kunnen aanbieden of welke vraag van restwarmte zij zouden kunnen benutten in hun onderneming. En ook een klimaatpoot, omdat dat toch steeds belangrijker en belangrijker wordt. Want dit is een energie-efficiëntie-instrument, maar natuurlijk om die klimaatdoelstellingen te halen op Europees niveau, gaan we meer moeten doen dan alleen energie-efficiëntie verbeteren. En daarom dat we dus hier ook klimaatroadmaps voor de verbedrijven hebben ingevoerd in onze EBO en een klimaataudit voor de niet-verbedrijven. Dat wat betreft die vrijwillige instrumenten en de energie-intensieve ondernemingen.
Nu zitten we in de categorie net eronder, dus hier op ons schema alle grote ondernemingen met een energiegebruik beneden de 0,1 petajoule en alle KMO's met een energiegebruik tussen de 0,05 en de 0,1 petajoule. Wat gaan die moeten doen? Die gaan een energieaudit moeten uitvoeren. Uit die energieaudit gaan ook weer maatregelen komen. Ze gaan die ook economisch moeten berekenen met een IRR terug. En de rendabele, ik zit ervoor, maar dus de rendabele maatregelen, 13%, is hetzelfde criterium als bij dat conform verklaard energieplan. Gaat ook het criterium zijn vanaf wanneer maatregelen verplicht worden. Die maatregelen worden ook verplicht uit te voeren binnen een termijn van 3 jaar. En zo'n energieaudit is ook 4 jaar geldig en moet om de 4 jaar dus geactualiseerd worden. Eigenlijk is dit, energieaudit, vrij in overeenstemming met het conform verklaard energieplan. Het geheel moet ook ingegeven worden in een webapplicatie. Daar ga ik straks nog iets meer over vertellen. Ook een keer laten zien hoe dat die eruit ziet enzovoort. Naast de verplichtingen, energieaudit, is er ook een vrijwillig instrument hier. Dat is de sectorfederatieovereenkomst. Maar die sectorfederatieovereenkomst die geldt eigenlijk voor alle niet-energieintensief. Dus daar ga ik straks nog iets meer over vertellen. Ik ga nu eerst iets vertellen over de energiebalans. Dus dan zitten we hier in het schema. Dat is voor alle KMO's met een energiegebruik tussen de 0,02 en de 0,05 petajoule. Die gaan de verplichting hebben om een energiebalans op te stellen van hun onderneming. Om op die manier te zien welke energiestromen komen er binnen in mijn onderneming. Waar gaan die naartoe? Waar zitten mijn grote verbruikers? En op die manier iets te leren over... Daar zitten de grootste verbruikers, dat zijn kleine verbruikers. Dus als we ergens maatregelen willen nemen, moeten we ons vooral in eerste instantie gaan focussen op die grote verbruikers. Dat is het doel van die energiebalans. Die moet ook om de 4 jaar geactualiseerd worden. Ja, want het kan zijn dat het bedrijf verder uitbreidt of dat er bepaalde installaties veranderen. En dat kan een effect hebben op de energiebalans van die onderneming. En bijkomend, zij moeten geen maatregelen gaan detecteren, maar zij hebben lijsten met no-regret-maatregelen. No-regret-maatregelen zijn lijsten die opgesteld zijn door VK in samenspraak met de sectorfederaties. Dus dat zijn sectorspecifieke lijsten. Waarop een aantal, dus 10 maatregelen staan, die, zoals het woord zegt, no-regret, dat eigenlijk maatregelen zouden zijn die al eigenlijk uitgevoerd zouden moeten zijn. En als ze nog niet uitgevoerd zijn, zo snel mogelijk uitgevoerd moeten worden. Omdat die... zichzelf heel snel gaan terugverdienen. Wij hanteren daar een terugverdientijd van 3 jaar. Dus het is de bedoeling dat een onderneming dan die lijst met 10 maatregelen gaat overlopen voor haar specifieke situatie en gaat kijken welke maatregelen van die 10 hier op die lijst hebben een terugverdientijd kleiner dan 3 jaar. Diegenen met een terugverdientijd kleiner dan 3 jaar, die moeten uitgevoerd worden binnen de 4 jaar. Dus als daar een maatregel tussen staat op die lijst die een terugverdientijd heeft groter dan 3 jaar, dan moet die niet uitgevoerd worden. En ook hier zijn die sectorfederatieovereenkomsten van toepassing. Dus wat zijn nu die sectorfederatieovereenkomsten? Als we gaan kijken, dat is voor heel deze doelgroep hier. Om een idee te geven, dus die EBO's, de vrijwillige overeenkomsten voor die bovenste doelgroep hier, dat zijn een 600-tal ondernemingen, waarmee we individuele overeenkomsten afsluiten als Vlaamse overheid. Natuurlijk hier, dat zijn al de rest. Dus dat zijn duizenden en duizenden ondernemingen. Daar kunnen we geen individuele overeenkomsten mee afsluiten als Vlaamse overheid. Dus daarom gaan we overeenkomsten afsluiten met de sectorfederatie. Een sectorfederatie die bijvoorbeeld de chemie vertegenwoordigt, of de technologische bedrijven, of de voedingsbedrijven, of de tuinbouwsector. Dus Boerenbond bijvoorbeeld zal ook een van die sectorfederaties zijn die een sectorfederatieovereenkomst kan indienen. Grootste bedoeling hier is om aan ontzorging te doen. Dus om ervoor te zorgen dat de regelgeving duidelijk is voor al de leden van die sectorfederatie. Dat er eventueel geholpen kan worden bij het zich in orde stellen met die regelgeving. Dat er ook geholpen kan worden bij het uitvoeren van de maatregelen. Want dat is iets dat we geleerd hebben uit onze mini-EBO's. Daar hebben we geleerd dat je kan wel een lijst geven met maatregelen die uitgevoerd moeten worden. Maar dan komt die volgende stap voor een onderneming. Namelijk,
iemand gaan vinden die dat voor hem gaat kunnen uitvoeren. Offertes gaan vergelijken als er verschillende aanbieders zijn en dergelijke meer. De beste keuze maken uit al die offertes en dan de werken gaan opvolgen. Dat is iets dus wat met zo'n ontzorgingstraject gedaan kan worden van een sectorfederatie overeenkomst. Zowel voor het uitvoeren van de verplichte maatregelen als voor het uitvoeren van de niet verplichte maatregelen. In eerste instantie, dus normaal gezien, zouden wij als overheid zeggen we gaan niets ondersteunen dat verplicht is. Maar omdat we ons realiseren dat dit allemaal heel veel nieuwe regelgeving is op redelijk korte termijn, gaan we ook toestaan bij die sectorfederatieovereenkomst dat er ook een ontzorgingstraject opgezet wordt voor verplichte maatregelen. Hoe gaan we dan nu organiseren, die sectorfederatieovereenkomsten? We zijn momenteel bezig met het voorbereiden van een call via een ministerieel besluit. En in die call gaan een aantal voorwaarden gesteld worden waarop die sectorfederaties kunnen intekenen. Een aantal minimale vereisten voor een sectorfederatieovereenkomst. Er zijn een aantal wettelijke maxima vastgelegd om bepaalde budgetten onder controle te houden natuurlijk. Want dat is geld van de Vlaamse overheid dat eraan besteed wordt. Dus 100.000 euro maximaal per jaar per sectorfederatieovereenkomst met een maximum van 4 jaar. Dus een SFO kan maximaal 400.000 euro kosten. En de middelen moeten volledig gaan naar VTE's die ingezet worden voor ontzorging. Dus eigenlijk een ontzorger die aangeworven wordt door een sectorfederatie om haar leden te gaan ondersteunen, om te voldoen aan die versterkte wetgeving. Dus kort samengevat. Bijkomend hebben wij nog voor een tweede flankerend instrument gezorgd, of een ondersteunend instrument naast onze wetgeving. En we hebben namelijk de Premina Audit van Fluvius, die hebben we hervormd. Dus we hebben ervoor gezorgd dat die premie groter wordt. Dus het is een percentage van de meerkosten. Meerkosten wordt gedefinieerd als de extra kosten die ten opzichte van de standaardinvestering gedaan worden, of als het een nieuwe investering is. De volledige investering. Dat om nieuwe technologie, investeringen in nieuwe technologie te gaan motiveren. Als een percentage daarvan, en dat percentage, hier komt een formule, een lineaire formule. Nu niet te ingewikkeld maken, maar die een IRR zit daar terug in. Met de bedoeling van alles wat rendabel is, dus alles wat een IRR boven de 13% heeft, dat gaan we niet ondersteunen. Vanuit optiek is dat verplicht is, daar gaan we geen premies voor geven. Maar alles daaronder gaat dan een premie kunnen krijgen. Dus 13% is nog 0%. Vanaf 12% bijvoorbeeld krijg je 20% van je meerkosten ondersteund. Bij een IRR van 11 wordt dat dan 40%. Bij een IRR van 10 wordt dat zelfs 60% van de meerkosten die via een premie na audit ondersteund worden. We trekken de grens op 60. We gaan geen 100% van de meerkosten geven. Dus één keer dat je een IRR beneden de 10 hebt, dus 9 bijvoorbeeld, dan blijft dat 60%. Ook om te zorgen dat we geen budgetaire ontsporing krijgen, ook maximaal 100.000 euro per jaar, per investering, dus per premie. En ook cumulatief, je kan verschillende, als dat minder is dan 100.000 euro, kan je verschillende investeringen een premie na audit aanvragen. En dan is het maximum ook 100.000 euro voor 3 opeenvolgende jaar. Dat is wat betreft de uitleg rond de versterkte wetgeving. Ik ga nu ook even nog eens een paar dingen laten zien van onze website, waar je nog meer informatie kan terugvinden. Wat ook, ja, het is hier nu bedekt door mijzelf. Maar, dus als u meer informatie wilt, dus dan kan u bij mij terecht of bij mijn collega Tine Pieters. Hier staat ook nog hierachter, en dat beloof ik u als u de presentatie bekijkt, daar staat ook nog een telefoonnummer en een e-mailadres. En dus als u problemen heeft met de webapplicatie, met het registreren, dergelijke meer, dan kan u daar terecht en dan helpen wij u heel graag verder. Ik ga nu even kort naar de websites. Hoe komt u nu op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, bijvoorbeeld door in Google de zoekterm Vlaanderen en VK in te geven? Dan krijgt u een link naar de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Wat u ook kan doen, is in de browser gewoon Vlaanderen
www.energiecrisis.be/veka ingeven. En dan komt u op de startpagina. Dit is de startpagina van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. En om nu naar de informatie over ondernemingen door te gaan, heeft u hier van boven in de lijst een aantal thema's staan. Een van die thema's gaat over beleid. Daar klikt u dan op. En dan kan u hier in het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap beleid alles zien rond bijvoorbeeld het Vlaams Energie- en Klimaatplan, participatief beleid, Europees beleid, maar hier ook op de tweede rij in het midden, energie- en klimaatbeleid voor ondernemingen. Als u daar dan op klikt, dan komt u op de startpagina van al het beleid opgesteld voor ondernemingen. Dit gaat over zowel beleid op gebied van energie-efficiëntie, beleid op gebied van hernieuwbare energie, ook klimaatbeleid, het ETS-systeem enzovoort. Dus u kan door deze pagina scrollen. Voilà. Dus die pagina is nu ingeladen. Er is een luikje rond energie-efficiëntie met onze figuur, zoals ook voorgesteld werd tijdens verschillende presentaties, maar ook over het energieverbruik verminderen en het EPC. Financiële steunmaatregelen zijn hier ook opgesomd. Emissiehandelssysteem, fluorgassen en CCUS-CCS. Dat staat hier allemaal op deze pagina waar wij het over gehad hebben. Dat gaat over energie-efficiëntiebeleid voor de ondernemingen. Dat vindt u onder dit luikje bij deze drie punten. Er is energie-efficiëntiebeleid voor energie-intensieve ondernemingen. Er is energie-efficiëntiebeleid voor niet-energie-intensieve ondernemingen. Er zijn hier ook een aantal overgangsbepalingen geformuleerd. Dat is belangrijk voor ondernemingen die in het verleden al een energieplan hebben opgesteld, of dus in het bezit zijn van een in het verleden conform verklaard energieplan, of die in het verleden een energieaudit voor grote ondernemingen hebben opgesteld. In die overgangsbepalingen wordt uitgelegd wat de geldigheid van de huidige energieplannen of energieaudits is en wanneer men zich in orde moet stellen met de nieuwe regelgeving. En dus de versterkte wetgeving en de uitgebreide regelgeving voor energie-intensieve ondernemingen. Dus dat zijn die overgangsbepalingen. Wat betreft het beleid voor energie-intensieve ondernemingen, als we daarop klikken, dan krijgen we een overzicht van alle verplichtingen die er gelden voor energie-intensieve ondernemingen, dus met een finaal energiegebruik boven de 0,1 petajoule. Met hier een stroomschema dat uitlegt wat mogelijke verplichtingen zijn. Blauw zijn telkens de vragen, rood zijn de verplichtingen, groen is dat er geen verplichting is. Dus dat gaat hier dan voornamelijk bij de energie-intensieve ondernemingen over het in bezit zijn van een conform verklaard energieplan. En in kader van omgevingsvergunningsaanvragen zal ook in een aantal gevallen een energiestudie moeten toegevoegd worden. Op deze pagina vindt u dan het wetgevend kader met ook een aantal tools die altijd met een link zijn aangeduid. En bijvoorbeeld een Excel-bestand om de IRR te berekenen. Een link naar de webapplicatie waar alles ingegeven moet worden. Een schabloon voor een energieplan. Een nota over het finaal energiegebruik met meer uitleg hoe het finaal energieverbruik berekend moet worden. En dan enzovoort. En dus ook in kader van de omgevingsvergunningsaanvraag wanneer er een energiestudie moet opgesteld worden en toegevoegd worden aan de omgevingsvergunningsaanvraag. En dan als er energieplannen of energiestudies opgesteld worden, zal de energiedeskundige intern of extern steeds aanvaard moeten worden door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. En dat legt hier uit waaraan deze moeten voldoen. Er is ook het formulier voor de aanvraag tot aanvaarding in te dienen bij VK. En hier ook een lijst met potentiële energiedeskundigen die verwijst naar een adresboek op de website van Vito. Naast de verplichtingen zijn er ook het flankerend beleid, de energiebeleidsovereenkomsten, met een toetredingsformulieren voor de bedrijven die zouden nog willen toetreden tot de nieuwe EBO. En de verwijzing naar de website van de commissie EBO. Met de teksten zelf dan. Wat betreft energieplan of een energieaudit of een energiebalans ingeven,
kan er ook naar de webapplicatie gegaan worden. Daar kom ik straks dan nog even op terug, want we gaan even eerst kijken naar de niet-energieintensieve ondernemingen. Dus dat zijn die onder de 0,1 petajoule. Ook daar gelden een aantal nieuwe verplichtingen voor via de versterkte wetgeving, namelijk verplichting tot het opstellen van een energieaudit of een energiebalans. Dat wordt hier uitgelegd ook in dit stroomdiagramma met de vragen in functie van het aantal personen en de omzet en jaarbalans kan ook bepaald worden of de vestiging of de onderneming of vestigingsniveau een grote onderneming is. En er zijn dan een aantal gevallen waarin er een energieaudit moet opgesteld worden en een aantal gevallen waarin er een energiebalans moet opgesteld worden. En ook wanneer er geen verplichtingen zijn. Eerst wordt dan uitgelegd alles rond de energieaudit. Ook weer met die tool en diezelfde tool om het finaal energieverbruik te berekenen. Een schabloon voor het opstellen van die energieaudit en dat Excel-bestand op de IRR te berekenen. Ook een heel luikje over de aanvaarding van de energiedeskundigen voor het opstellen van die energieaudit en de voorwaarden waaraan zo'n energieaudit moet voldoen, zoals ook beschreven wordt in de wetgeving, hier nog eens herhaald. Dan wat betreft de energiebalans, ook hier weer de tool om het energiegebruik te berekenen, het schabloon voor het opstellen van een energiebalans en dan belangrijk alle sectorale no-regret maatregelenlijsten, als ook de algemene no-regret maatregelenlijst, als er geen sectorale voor uw specifiek bedrijf van toepassing is. Met nog meer uitleg over de inhoud van de energiebalans. Met ook verwijzing ook weer naar de webapplicatie zelf. Waar alles ook ingegeven moet worden rond energieaudit of energiebalans. Dan naast de verplichting is er ook het flankerend beleid. En het flankerend beleid zijn de sectorfederatieovereenkomsten die opgezet zullen worden met verschillende sectorfederaties om een ontzorgingsrecht op te zetten om aan uw verplichtingen te voldoen met betrekking tot de energieaudit, energiebalans en om u ook te ontzorgen bij de uitvoering van de maatregelen, zowel verplichte als niet verplichte maatregelen. En voor die niet verplichte maatregelen kan dan ook nog bijkomende ondersteuningsmiddelen aangevraagd worden. Daar komen we dan straks nog even op terug. Waar we nu naartoe gaan, zowel vanuit deze pagina als vanuit de pagina van de energieintensieve kan je doorklikken naar de webapplicatie. Deze pagina over de webapplicatie geeft dan een aantal geeft informatie over een energierapport. Onder een energierapport wordt een energieplan, energieaudit of een energiebalans verstaan. Om toegang te kunnen krijgen tot die webapplicatie is er een hele registratieprocedure met een lokale beheerder die uw onderneming dan gaat vertegenwoordigen in het gebruikersbeheer. En het gebruikersbeheer is dan iets afzonderlijk van de Vlaamse overheid om rollen toe te kennen aan personen die dan toegang krijgen tot de webapplicatie. Dat staat hier allemaal beschreven in die gebruikershandleiding registratieprocedure. Wie wat moet doen, hè? Dus dat de lokale beheerder, de verantwoordelijke en de energiedeskundige moet aanduiden voor een bepaalde vestiging van een onderneming. En hoe dat moet gebeuren, staat hier in deze registratieprocedure helemaal uitgelegd. Met eerst wat is een energiedeskundige, wat is een verantwoordelijke enzovoort. En dan ook met een flow-diagramma en dan met verschillende stappen wie iets moet doen, welke link geklikt moet worden, welke zaken men moet voorbereiden en stap voor stap met screenshots wat u moet doen om de registratieprocedure helemaal te doorlopen. Als u deze gebruikershandleiding volgt, zou het normaal gezien moeten lukken om de volledige registratieprocedure, zowel van de lokale beheerder, verantwoordelijke energiedeskundige en eventuele medewerkers te doorlopen. Verder wordt hier nog uitleg gegeven met een gebruikershandleiding van de webapplicatie zelf. Eenmaal dat u dan bepaalde mensen rollen heeft gegeven voor de toegang te krijgen tot die webapplicatie, dan gaan die personen in hun rol toegang krijgen tot die webapplicatie, bijvoorbeeld als energiedeskundige, en gaan zij de energieaudit, het energieplan of de energiebalans gestructureerd kunnen ingeven in die webapplicatie. En deze gebruikershandleiding zegt dan weer hoe dat moet gebeuren, ook stap voor stap.
met screenshots, met telkens aangegeven wat waar ingevuld moet worden, op welke knoppen geduwd moet worden enzovoort, om alles te kunnen ingeven, waar men de medewerkers, de energiedeskundigen enzovoort kan terugvinden, alle informatie. De webapplicatie zelf, hè, dus op deze pagina staan ook nog een aantal nuttige links. De webapplicatie zelf, het gebruikersbeheer, de gebruikershandleidingen die ik zojuist heb laten zien, ook het mandaat om lokale beheerder te zijn, hè, dus om voor een bepaalde vestiging van een onderneming op te treden als lokaal beheerder. En ook nog een toelichting over het toepassingsgebied en de verdeelsleutel. In functie van hoe bijvoorbeeld, als er verschillende vestigingen van een onderneming dezelfde cijfers gebruiken voor de jaarbalans, hoe dat dan over die verschillende vestigingen verdeeld kan worden. Dat is allemaal hier terug te vinden op deze pagina. Hier staat ook dan de link zelf, hè, want dit is het dan wat betreft het beleid voor zowel energieintensieve als niet-energieintensieve ondernemingen. Dat moet natuurlijk allemaal ook ingegeven worden in de webapplicatie. Hier staat een rechtstreekse link naar die webapplicatie. Het adres daarvan is energieloket.vlaanderen.be. En daar kan u dan gaan aanmelden. Als u een rol heeft, energiedeskundige, verantwoordelijke of medewerker voor een vestiging, dan kan u gaan aanmelden. Hoe doet u dat? Dat is met iets.me of met uw elektronische identiteitskaart. Dan gaat de verbinding gemaakt worden eerst met uw persoonsgegevens, dat u kan bewijzen dat u bent wie u bent. Eenmaal u daarop ingelogd bent, dan gaat u zich op een bepaalde manier kunnen aanmelden. Daar is het belangrijk dat u zich niet aanmeldt op uw eigen persoon, dus niet als een natuurlijke persoon, maar dat u zich aanmeldt in naam van een organisatie of een onderneming. Als uw bedrijf economische activiteiten heeft, is uw bedrijf een lokaal bestuur, dan gaat hier ook nog een kadertje staan, lokaal of provinciaal bestuur, en dan moet u daarop klikken. Dus hier nu in het geval van onderneming of organisatie, dan klikt u daarop. En dan gaat u de toegang krijgen tot alle bedrijven waar u een rol voor heeft in de webapplicatie. Dus voor mij persoonlijk hier heb ik een rol gekregen voor het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap dat hier als bedrijf is ingestoken. Ik kan daar dan op klikken en gaan kijken van welke gegevens zitten hier allemaal in. Namelijk de verantwoordelijke, dat ben ik. Dus ik heb de rol gekregen van verantwoordelijke. Mijn collega heeft de rol gekregen van energiedeskundige en er zitten nog geen energierapporten in de webapplicatie. Ik kan als verantwoordelijke geen energierapport toevoegen, dat is een taak van de energiedeskundige. Dus deze knop is nu grijs, maar voor mijn collega die energiedeskundige is, of de rol heeft van de energiedeskundige, bij haar zal die knop blauw zijn en dan kan zij een energierapport gaan toevoegen. En dan eenmaal dat dat opgeslagen is, komt dat hier terecht en ga je hier al informatie vinden. Maar dat staat ook allemaal beschreven in de gebruikershandleiding voor de webapplicatie zelf. Dus dat is wat betreft de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, met een uitstapje ook nog naar de webapplicatie. Indien daar nog vragen over zouden zijn of zaken die onduidelijk zouden zijn, dan kan u altijd contact opnemen met het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via het algemeen telefoonnummer 02-553-4600, 02-553-4600, of via ons e-mailadres vk@vlaanderen.be.